We staan hier bij de Kroegentocht, misschien wel het leukste evenement van de Keiweek. En wij nemen jullie mee. Wat zijn jullie plannen voor vanavond? We gaan vanavond zeg maar de Kroegentocht echt goed afronden, denk ik. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. We zijn echt goed bezig al. Ja. Echt en we hopen dat we bij Palace moeten we eindigen. Hè? Daar gaan we naartoe. Daar, dat is het doel, Palace. Ja. Een paar biertjes. Ja, het is een beetje dood hier nog, maar ja, we proberen vooral bij elke locatie 2 biertjes te drinken, minimaal. In totaal 20 drankjes, dus dat moet te doen zijn. En hopelijk kotsend niet naar huis. En ja, nog een lekkere dunnetje. Ja, hier zijn we die cruise nog lopen, dat is zo plicht toch? En daarna gewoon lekker op stap met z'n allen. Maar we moeten even een keeltje smeren ook. En welke kroegen ga je allemaal langs? Waar kijk je het meest naar uit? Wat zei je? Welke kroegen ga je langs? Waar heb je meest zin in? Fust, sowieso fust. Ja, alle kindjes meenemen naar fust. Wat zaten in de shotjes die je net hebt gedronken? Ja, dit is dus echt een heel pittig shotje, maar echt heel pittig. En die geeft je dus graag uit aan de peuten die hier langskomen. Oh, wij hebben hier bij het gat de pyjama party. Dus vandaar deze pyjama. En we gaan lekker iedereen loeft geven. Lekker dansen. Dat is yeah! Het lekkerste drankje van Groningen, hè? Loeft, als je nog niet hebt geprobeerd, kom hier bij het gat. Dat is echt geweldig. Zuipen! Zuipen! Keihard zuipen! Ja. Toch wel vroeg naar bed, hè? Dat is gaatje! Eigenlijk mag ik niks, maar heel stiekem een beetje zuipen. Hebben jullie nog een kroeg waar jullie heel graag heen willen? Het feest. Overal waar ze bier verkopen. Dat is voor mij. Onze plannen zijn, wij gaan al deze stempels gaan halen. En daarna gaan we nog meer zuipen, want het feest is nooit klaar. Heel veel zuipen. Wat zijn jullie plannen voor vanavond? Ja, fucking veel zuipen natuurlijk. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, hopelijk ergens slapen, niet buiten. Maar ja, dat is het wel. Anders heb je een rugtasje mee om buiten te slapen. Ja, ik slaap normaal bij hun, bij mijn keihouders. Ja. Alleen er is een beetje frictie thuis, dus ze willen me eigenlijk het huis hebben. Dus ja, dat is wel minder. Maar mijn allerliefste zoon is altijd welkom. Adoptiezoon, hè? Ja, oké. Ja, dat was wel duidelijk ook. Nee. Zorg dat deze vriend thuis komt. Dat ben ik. Yeah.